Er komt geen 20 meter hoog kunstwerk van Hanneke van Dort op de Stadswerven. Stichting Geschenk Dordrecht 800 heeft overlegd met de gemeente over de mogelijkheden van de realisatie van het beoogde cadeau. Maar moest concluderen dat het plaatsen van het beeld op de punt van de Stadswerven vanwege negatief advies van Rijkswaterstaat niet realistisch is. Andere opties zouden op korte termijn niet mogelijk zijn. De stichting trekt haar burgerinitiatief in en zal geen geschenk aan de stad organiseren. Het bestuur denkt nog na over mogelijkheden in de toekomst. Zo zou de spoorzone een mogelijkheid zijn, maar daar moet nog over worden overlegd. Kunstenaar Gerard Lentink gaat vooralsnog door met het bouwen van zijn 4 meter hoge schaalmodel. Naar verwachting zal deze komende zomer klaar zijn.